veel zorgen en moeilingen vanwege de watersnoodramp begin dit jaar. Wat kan de gemeente doen om zoiets te voorkomen in de toekomst, omdat het meeste water van de Berwijn toch uit Wallonië komt? Ja, maar dat is niet het probleem hoor met Wallonië. We hebben hele goede contacten met onze Waalse buurgemeenden. Dat loopt goed. Wij vergaderen bij hen in Berlo. Zij komen ook bij ons. Die van Plombières komen ook bij ons. Vergaderen wij ook bij hen. Dat verloopt allemaal heel vlot. Men creëert een kader alsof wij niks met die gemeente zouden willen te maken hebben. Niks is minder waar dan dat. We verstaan elkaar heel goed. Maar dat water komt natuurlijk en dat komt kilometers ver en dat eindigt in Moelingen. Wat is het probleem? Dat in Moelingen de Berwijn het niet kan slikken en dat het doorbonden water loopt. Nu, ik heb een voorstel gedaan om 1, voordat we door binnenkomen, een overstromingsgebied te maken over alle weiden. Dan kunnen we ongeveer 110.000 kub opvangen. Dat is niet genoeg. Want wat we nu meegemaakt hebben bij de overstroming was dubbel. Ja? Moet je dat doen? Moet je de Berwijn gaan uitbaggeren? We hebben dat geëist van de Vlaamse Milieumaatschappij. We hebben geëist dat alles wat erin ligt en dat ze op de normale breedte teruggebracht worden. We hebben gevraagd dat bepaalde bruggetjes, er is één knelpunt, volgens mij het grote knelpunt als je een autoweg. Maar zij moeten dat doen. Wij mogen dat niet doen. Ik ga het misschien heel gek voorstellen. Wij zouden zelfs wanneer er wier ligt in de Berwijn of een boom in de Berwijn, mogen we die eigenlijk zonder hun toestemming zelfs niet eruit halen. Zo idioot is het, maar dat is zo. En we zitten nu een beetje... toch wel denk ik een beetje op ramkoers met de Vlaamse Milieumaatschappij, omdat er nog altijd niks gebeurd is. En ja, als je op ramkoers zit, dan gaat dat nog altijd trager vooruit natuurlijk. Maar het zal toch moeten gebeuren. Want anders, en dat hebben wij ook gezegd, als ze de Berwijn niet doorlaatbaar gaan laten worden voor het water, dan gaan wij ons burgerlijk partij stellen tegen de Vlaamse Milieumaatschappij. Dan hebben we geen andere kans. Dan gaan we hen in gebreken stellen. Het kan niet anders. Dit kan. Nee, het is nu 20 jaar geleden, het is nu weer. Maar met de veranderende weersomstandigheden ben ik bang dat dat veel meer gaat gebeuren. Dus er moet iets gebeuren. Als wij in Schravenvoer nu met de grote aquavin werken, zelfs onder de grond een collector bouwen die de capaciteit van de voer kan halen bij grote onweders en zoiets allemaal, zodat het dorp niet... Dan moet dat daar in eerste instantie ook gebeuren. Zo eenvoudig is het. In uitvoering is het natuurlijk anders. Voel je goed, voel je thuis.